naar schooltijd en heeft je school eronder geleden? Weet je veel voetballen? Ik voetbalde heel veel naar schooltijd. Ook met mijn vrienden gewoon op straat, zeg maar, op een veldje was op de week. Dus en mijn school eronder geleden heeft. Nou, de basisschool sowieso niet. Maar in de 4HAVO ben ik toch blijven zitten. En dat is toch wel vanwege het voetbal met name. En dat ik toch eerder van school weg moest en naar het voetbal ging naar ADO. Dus ja, dat was eigenlijk wel de hoofdreden dat ik ben blijven zitten dat jaar. En uiteindelijk wel geslaagd? Uiteindelijk ben ik geslaagd, dus... Ja, ik zit namelijk een beetje in dezelfde klas. Ja, dat is niet man. Oké. Zit het in de familie dat je goed kan voetballen? Ja, mijn vader heeft voetbal. Bij amateurclubs. Ik heb drie broers. Of één broertje en twee broers. En die voetballen ook allemaal. Dus ja, er zit wel echt een goede familie. Een voetbalfamilie. Had je een jeugdidool? Jeugdidool? Ja, toen ik klein was keek ik wel naar... Als ik daar bijvoorbeeld weet je hoe wij sommige acties deden, dat vond ik echt mooi muziek. En als ze nu eentje noemen, dan is het toch Steven Gerrard. Ja, geweldig. Hij was afgelopen week met Joker. Ja, hij zit ook bij Manchester uit. Wat zijn je zwakke punten en hoe wil je dat gaan verbeteren? Mijn zwakke punten, even kijken, dat is toch een koppel en misschien mijn linkerbeen. Hoe ik dat ga verbeteren? Ja. Door veel te trainen. Ja, dat vind ik een heel mooi antwoord. Heb je wel eens een blessure gehad? Ja, toevallig heb ik nu een blessure. Okay. Dus dat is eigenlijk echt mijn eerste echte blessure. Oké. Wie zijn je vrienden en voetballerij en wat nou ja, doe je wel, nog wel eens wat met hen? Wesley Voet, Nado en Roy Waterman en Wieke Mitchell Piquet, dat zijn de vrienden bij Wado. Dus soms ga ik wel eens wat drinken met hen. Maar nu kun je speels wel iets minder worden. Leuk. Ja. Wat is je minst favoriete voetbalclub in Nederland en in het buitenland? Minst. Ja, dan ga ik toch voor Telstar natuurlijk. En in het buitenland, wat is je favoriete kleur? Rood en blauw. Ja, even goed kijken. Wie is je meest trouwens? Dat is in ieder geval wel mooi. Wat vind je het mooiste stadion in de wereld? Sorry jongens, maar dit kan ik niet noemen helaas. In de wereld? Nou, ik ga weg. Ik heb het gehad met jou. In de wereld? Ja. Alhoewel dit wel een beetje op Camp Nou lijkt. Ja, ga ik voor Camp Nou van Barcelona. Zeker het vierde stadion voor Camp Nou. Ja, zeker. Kleur, hè, die hebben ze. Wat vind je van de Haarlem supporters? Ja, die vind ik goed. Als ik het veld doorloop, dan is het mooi dat je als je het veld doorloopt toch al naar de supporters kijkt. Dus ze zijn er niet echt in grote getalen, maar ze zijn wel trouw in ieder geval. En ze laten in ieder geval van zich horen en ze steunen. Dus, ja. Wat voor kleding draag je het liefst als je niet je Haarlem kleding aan hebt? Okay. Ja, dat is gewoon casual, een beetje een spijkerbroek, een t-shirt. Ja, wat wel voor spijkerbroek? Ja, voor een reclame maakt voor je. Ja, leefjes natuurlijk, hè. En die S staat ook voor sweepen, dus dat is... Waar gaat Haarlem aan het eind van het seizoen eindigen? Dat maakt niet zo uit als we maar de players halen. Ja. Dus ik hoop dat we dat echt gaan halen. Dus we kunnen het vorig jaar kunnen meemaken hoe leuk dat is. Het is echt, fantastisch. Dus, het is echt de zesde periode weten te pakken. Hè? Ja, of dat, of via de ranglijst. Dus, ja, oké, dat zal. Je ziet wel. Ja. Wat vind je van Kiki, die mascotte van Haarlem? Heb je hem al een keer gezien? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja, die kan je niet missen natuurlijk. Nee. Ja, ik vind dat het wel leuk doet, zo met de kinderen en zo. En, hij probeert altijd wel daar wel een sfeertje te maken. Dus. Hij lijkt wel een beetje op een van de broek. Zij al een schil neervoort. Ja, dat kan ik wel beamen. Wat zou je nog tegen de kinderen van HFC Haarlem willen vertellen? Dat ze gewoon zo door moeten gaan met ons steunen. Ik hoop dat we nog mooie wedstrijden voor hun gaan spelen. Zo doorgaan jongens. Nou, dankjewel. Ja, is goed.